Hey, mijn naam is Tyler Tommy en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op dit YouTube kanaal. Ik ben net wakker, dus sorry als ik een beetje verlept en moe uitzie. Ik heb net een aantal nachtdiensten gehad. Ja, ik kom eigenlijk met een aan de ene kant minder leuke update en aan de andere kant ook weer leuk. Want waar het ene avontuur eindigt, begint weer een nieuwe avontuur. En dat nieuwe avontuur gaan we natuurlijk vol moed aan. Daar gaan we heel gemotiveerd aan beginnen natuurlijk. Dat is namelijk zo, het ging niet zo goed in Kingdom Entropia. En daarom heb ik besloten om het kingdom te verlaten. Ik vind het natuurlijk wel heel jammer, want Kingdom Entropia is wel mijn lievelingskingdom altijd geweest van alle kingdoms die je had in Kingdom 1. Nou, ik heb ervoor gekozen om dit te doen in een aparte video, dit, zodat je eigenlijk negativiteit gescheiden houdt van de kingdom video's. Als ik dit moet gaan vertellen in een Entropia video of in een video van een nieuwe kingdom waar ik naartoe ga, dat is gewoon niet leuk, dan begin je eigenlijk de video al slecht en ik blijf persoonlijk dan altijd, merk ik, een beetje hangen, zeg maar. In dat slecht heb je toch die gedachte van, kut dit en kut dat en het ging niet goed en zo vervelend en waarom moet het weer en je wil de liefste gewoon, weet wel, gewoon vers een nieuw kingdom ingaan. Die nare gedachten laat je gewoon daar. Weet je, als het niet leuk was, niet lekker ging in het kingdom, dat laat je dan daar, dat laat je achter je. En daarom deze speciale korte update video. Nou, de reden dat ik het Koninkrijk Entropia heb verlaten, is eigenlijk inactiviteit. En inactiviteit op Discord en op Minecraft. Het is namelijk zo, ik zag heel weinig activiteit eigenlijk op Discord. Op Minecraft ook niet zoveel. Nou, dan kun je ook zeggen, ik heb je helemaal niet online gezien de afgelopen dagen, Tommy. Klopt, in de dagen dat ik moest werken in de nacht ben ik niet echt online geweest. Omdat ik struggle zelf met die nachtdiensten. Maar ik heb wel al volgens mij 4 à 5 video's geüpload. Dus je kan niet zeggen eigenlijk dat ik inactief ben. Ik ben afgelopen dagen minder op Minecraft geweest. Maar op Discord ben ik actief geweest. Op YouTube ben ik actief geweest. Dus als je tegen mij zegt, je bent inactief, je bent niet actief bezig in een kingdom. Ik ben het actiefste geweest binnen het kingdom van allemaal. Ik heb op Discord zoveel mensen aangesproken en gedaan en geprobeerd te regelen. Maar ja, weet je, aan een doodpaard kun je wel trekken, maar dat beweegt niet meer. Dat gaat niks meer doen. Dood is dood. En ja, om te beginnen, het was eigenlijk zo, ik zag niet zoveel activiteit en ja, ik moest werken, dus ik kon vooral op Discord actief zijn. Dus ik ging een beetje kijken, gebeurt er iets op Discord van Entropia? En er gebeurde niks. Eigenlijk geen berichten, helemaal niks. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga even wat mensen motiveren. Ik heb de koning een aantal berichten gestuurd van, hey, er is geen plan, er is helemaal niks, wat moeten de nieuwe spelers gaan doen? Weet je, de server ging bijna openen voor iedereen, voor ook gewoon normale spelers, niet alleen HKM en Early Birds of zo. Ja, ik ging dus aan de koning vragen van, hey, hoe zit het nou? Nou ja, uiteindelijk heb ik de antwoord op gekregen, maar het was dus meer een beetje van dat ik het moest gaan regelen. En ja, dat vond ik natuurlijk heel vervelend en dat was ook nooit de bedoeling geweest van, dat is nooit de reden dat ik Kingdom Entropia ben gejoind, dat ik daar naartoe ben gegaan. Want ik wou deelnemen aan het kingdom. Ik wou niet het kingdom leiden. En om te beginnen bij de hertogen. Ik was een hertog. Ik probeerde heel actief te zijn. Vooral op Discord dan op de dagen dat ik werkte. En ik ging die andere hertog eigenlijk aanspreken. En toen, ik zei tegen hem van, hey, waarom ben je niet zo actief? En toen zei hij, ja, weinig motivatie, man. En toen vroeg ik van, ja, maar hoe komt het dan? Vind je Minecraft wel leuk? Toen zei hij, nee, ik vind Minecraft eigenlijk helemaal niet leuk. Toen zei ik van, weet de koning dat? Toen zei hij, nee, de koning weet het eigenlijk niet. En op dat moment ben ik ook gewoon gestopt met praten. En ik dacht bij mezelf, ja, nu is dat weer dat spreekwoord aan het dood paard trekken, dat het geen zin heeft. Weet je, als je iets doet, dan moet het wederzijds zijn. En als het niet wederzijds is, dan is de een alleen maar energie ergens aan het steken. En dan ben je alleen maar aan het trekken, aan het doen. Maar het is verspilde energie. Dus op dat moment dacht ik, oké, skip ga ik niet doen, niet mijn probleem. Uiteindelijk, er was ook een generaal. Ik ging een generaal aanspreken, want ik hou van roleplay. Dus ik zei tegen die generaal, ik taagde hem van, hey, als generaal geinde heb je wel een beetje natuurlijk de verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen het kingdom. Heb je al een plan? Heb je al mensen aangesproken? Heb je al misschien al soldaten wel hoe noem je dat? Heb je misschien een aantal soldaten kunnen regelen? De kingdomleden die soldaat willen zijn? Geen reactie. Niks. Stilte. Helemaal niks. Die persoon heb ik toen persoonlijk proberen te adden. Uiteindelijk accepteerde die persoon mijn vriendschapsverzoek pas nadat ik het kingdom al was geliefd. En toen kreeg ik een bericht, bam, ben je weg. En toen heb ik dat verteld, maar dat was niet zo'n leuk gesprek. Die guy die was heel kortaf en gewoon heel, I don't know, heel gemeen, gewoon heel lame. En toen dacht ik bij mezelf, geen energie insteken, verwijder als vriend, lekker laten gaan, lekker hun eigen ding laten doen. Niet mijn pakje aan, niet mijn ding. Ja, op dat moment kwam ik ook wel meer een beetje achter wat voor mensen in het kingdom zaten. Niet gemotiveerd, geen zin. Heel veel spelen ook. Ik zie een constant 5M spelen. Weet je, ze spelen vooral GTA. Volgens mij is het gewoon een vriendengroep die lekker GTA speelt. Nou, doe dat vooral, maar
Kingdom is wel een beetje... Als je Kingdom speelt, neemt dat eigenlijk wel alle aandacht eigenlijk op zich. Alle tijd en energie. Anders zal het Kingdom inactief zijn. Dat heb ik wel gemerkt. Als jij allemaal andere games gaat spelen constant, dan zal je Kingdom nooit groot, leuk en sterk worden. Dan denk ik dat er niet heel veel activiteit zal zijn. En persoonlijk mijn mening. Mijn mening. Alles wat ik zeg is mijn mening, wat ik denk, wat ik vind. Ja? Dus ik zeg niet, het is een feit. Dit is waar en dit is bla bla bla. Nee, dat zeg ik niet. Het is mijn mening. En ik vind het. Oké, we gaan verder. Nou, uiteindelijk kom je dan aan bij de koning die... In het begin probeerde ik al de koning aan te sturen, voordat de server was geopend, van yo, wat gaan we doen man, er is niks aan de hand, er is geen plan, er is helemaal niks. Er staat helemaal niks, wat ben je aan het doen, waar ben je, hoe? En eigenlijk ben ik best dom geweest. Eigenlijk was het mijn fout dat ik Entropia ben gejoined, dat ik er naartoe ben gegaan. Want die koning is een hele aardige jongen, is een hele leuke goede gast, maar op bepaalde punten is hij gewoon niet zo sterk. En naar mijn mening is de communicatie tussen... Ik vind zijn communicatie niet echt heel sterk. En dat wist ik van tevoren, maar ik was zo freaking hyped. Ik wou zo graag freaking Kingdom gaan spelen. En die koning had tegen mij gezegd, yo, ik zou het super tof vinden om video's te maken. Maar ja, hoe kunnen we dat gaan doen als jij misschien wel in een ander Kingdom zit, zei hij tegen mij. En toen zei ik tegen hem van, weet je wat, ik join jouw Kingdom wel. Zonder erover na te denken en alleen denken aan de hype en yes, we gaan video's maken, oh, we gaan leuke dingen doen. En uiteindelijk pakte dat anders uit. Want de communicatie was gewoon niet goed en ja, ik heb die persoon gewoon vaker van alles gevraagd, hoe dingen zaten en je kreeg gewoon laat antwoord, kort antwoord. En ja, ik word dan geïrriteerd, weet je, want jij bent dan de koning van een kingdom en jij bent een aanspreekpunt van iedereen. Iedereen moet bij jou gaan vragen, wat moet ik doen? Nou ja, weet je, je kan wel tegen spelers zeggen, yo, vraag aan de hertog wat hij moet doen. Maar, ik wist niet eens wat ik moest doen. De koning zei tegen mij, yo, het gaat niet zo goed met mij op dit moment, fix jij het kingdom. Neem jij het maar eventjes over. Er was wel, bro, wil je het kingdom overnemen? Wil ik niet. Maar die vraag kreeg ik niet. Neem jij het kingdom maar over, komende dagen. Want, ja, I don't know, het gaat niet goed met mij, ik heb even rust nodig. Dan dacht ik wel, bro... Give me a choice. En hij weet donders goed dat ik dat niet wil. Dat weet hij donders goed. Ik heb zo vaak Kingdom ranks geweigerd. Iedere keer. Yo, Tommy, wil je koning worden? Iedereen weet het. Iedereen weet het. Tommy wil geen king worden. Ik heb geen tijd. Ik moet werken. Ik sport freaking 6 dagen in de week. Ik heb gewoon heel veel te doen. Ik heb weinig tijd en veel te doen. Ik heb ook meerdere vrienden en ik moet eigenlijk iedere keer wanneer ik vrij heb, moet ik kiezen. Of ik ga video's maken, of ik ga naar deze vriend toe, of ik ga naar die vriend toe. Dus het is gewoon heel vervelend. Ik kan nooit iedereen zien die ik wil zien in een maand. Dus dat is gewoon heel naar. Dat is gewoon heel vervelend, heel kloten. Dus ik heb gewoon geen tijd om ook nog koning te zijn. Want als koning zijn, dan ben je 24/7 op Discord. Je moet iedere dag wel online komen op Minecraft. Dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon een no-go. Als YouTube mijn baan was, kon dat. Als YouTube mijn baan was, was ik koning, maakte ik het grootste kingdom aller tijden. En dan fixte ik die shit. En als kingdom binnen no time met trending op YouTube. Nee, oké. Dat was in mijn dromen, maar dan zou ik wel een mooi kingdom gaan leiden, ja. Maar, ik verdien niks aan YouTube. Ik verdien er helemaal niks aan. En video's maken kost zo insane veel tijd. Kost echt insane veel tijd. Ik heb geen opleiding gedaan in editing, bla 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 bla. Dus dat kost gewoon veel tijd. Oké, we gaan weer terug. Dus de koning... Ja, dat werd ook gewoon niks. En hij zei uiteindelijk tegen mij van, yo, Tommy, fix, jullie moeten het doen. Ik moest het doen met een generaal die niet nergens op reageerde en niet actief was. Ik moest het doen met een hertog die Minecraft niet eens leuk meer vond. Bro, wat? En ik kreeg niet eens, ik vroeg aan die guy, kom op, maak alsjeblieft een plan. Plan van aanpak, je bent de koning, doe iets, alsjeblieft, alsjeblieft. Geen antwoord, geen reactie. Hoeveel berichten ik open heb staan. En ook, ik heb dan ook met die spelers gepraat. En ze zeiden ook, yo, ik ben niet echt actief op de server. Want ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik weet gewoon niet goed wat ik moet doen. Uiteindelijk heb ik zelf allemaal maar dingen in elkaar geflanst. In mijn pauzes tussen mijn werk door. Of net voor het slapen. Maar ja, daar kreeg ik ook natuurlijk niet veel reacties op. Want het team. Het hele team brengt die vibe met zich mee. We gaan Kingdom spelen. We gaan lekker aan de bak. En dat was er niet. Dus toen dacht ik bij mezelf, dit is niet goed. Ik had zoveel ergernis, zoveel irritaties. En uiteindelijk ging mijn motivatie om YouTube-video's te editen ook achteruit. Ik zat al te struggelen met die nachtdienst. Werken in de nacht is gewoon heel moeilijk. Ja, en toen had ik ook nog dat erbij. Het Kingdom wat niet liep. Je was heet het mensen aan het aantekenen. Zo van, yo, hallo, leef jij? Hallo.
Hoe gaat het met jou? Wil je wat doen? Vertel eens iets. Wat kan ik doen? Niks. Niks, niks, niks. Allemaal dode paren, allemaal dode dieren of zo. Je trekt eraan, ze bewegen niet meer. Obviously. Wat dood is, is dood. En dan kun je ook niet tot leven brengen. Ja, het kan wel. Weet je, het zal best goed komen met die koning in de toekomst. Hij heeft op dit moment zijn tijd nodig. Die generaal, I don't know, dat is een vriend volgens mij van die koning. Dus die zal wel beter reageren op die koning dan als ik aan hem vraag van, yo, hoe zit het? Hoe zitten de dingen in het kingdom? En I don't know, uiteindelijk was ik dus geliefd en toen kreeg ik ook een bericht van die generaal. Het was weer vet. Het was gewoon heel kordaf en heel droog en heel boos over mij. Ik dacht van, bro, kom op, waarom al die haat? Ik heb fucking al 5 video's gemaakt. Ik loop op Discord iedereen te pushen. Men zegt tegen mij van, yo, je bent de enige builder, bouw een paleis. Ik wou geen paleis bouwen, ik begin aan een paleis te bouwen omdat het meerdere keer werd aangedrongen. Ik heb allemaal dingen gedaan die ik niet wou doen, tegen mijn wil in. Ik heb mensen aangesproken, ik heb proberen de lead te nemen. Maar ik merkte gewoon heel snel, dit wil ik niet. Hier haal ik geen plezier uit, dus het moet gewoon stoppen. Het is gewoon klaar, ik moet weg. Zie hoe beladen dit gesprek is voor mij. Zoveel doet het met mij. Kingdom, ik ben fucking hyped. Zo hyped. Minecraft Kingdom, eindelijk een leuke server. Leuke mensen. Let's go. En dan, ja, ik heb er gewoon niet goed over nagedacht. Het was gewoon mijn fout van tevoren uit kunnen weten hoe de koning van Entropie is. Het is een hele goede ding, maar sommige dingen is hij gewoon niet de sterkste in. En dat kan, dat is helemaal niet erg, dat is oké. Ik heb ook gewoon mijn zwakke punten. En ik had gewoon beter moeten nadenken en dat moeten voorkomen. Heb ik niet gedaan. Mijn fout, ook zijn fout. Maar ja, beide hebben fouten gemaakt. En nu ga ik weer verder. Ja, vervelend dat ik hem nu achterlaat in een kingdom met eigenlijk helemaal niks. Maar het is niet... Hij is de koning. Ik was gewoon een add-on. Ik was gewoon... Weet je, ik was gewoon vervangbaar. Ik ben gewoon een add-on. Ik ben gewoon toegevoegde waarde, zeg maar. Dus zonder mij moet je ook het kingdom kunnen redden. Als je dat echt wil. Dus, nou ja, omdat ik niet langer al deze struggles en irritaties wou, heb ik ervoor gekozen, dit moet eindigen. Luister naar je lichaam, luister naar wat je lichaam zegt. En mijn lichaam zei, leave dit kingdom. Ga wat anders doen. Ga lol maken, ga plezier maken. Je bent nu nog hyped om te spelen. Ga naar een ander kingdom. Begin opnieuw. Je bent pas net begonnen in Minecraft of in Kingdom Entropia. Helemaal niet erg om opnieuw te beginnen, ga gewoon door. Dit is Minecraft Kingdom, kennen we allemaal. We weten allemaal hoe het is, Minecraft Kingdoms. De ene kingdom leeft 2 dagen, de andere kingdom leeft 2 weken, de andere kingdom leeft 2 maanden. En heel soms, als je geluk hebt, 2 jaar. Maar we weten allemaal hoe het is. Zijn we al zijn kingdom gejoined en het ging heel snel fout. Kan gewoon, is gewoon een beetje kingdom. Nou, oké, dit is alles wat ik wil zeggen hierover. En ja, koning Entropia, no hard feelings. Ik had beter moeten nadenken. En jij had misschien ook beter moeten nadenken om niet te veel hooi op je vork te nemen. Heb je wel gedaan. En nu uiteindelijk zit je daarmee met de gebakken peren. En dat is niet prettig. Maar ja, nu zijn wel meerdere mensen te dupen ervan. En allemaal mensen zaten te wachten op jou. Terwijl jij... we waren aan het wachten op iemand die niet zou komen. Dus ja, daar kun je lang wachten. En daarom denk ik bij mezelf... Nope! Time out! I'm gonna quit! Change of plans! Wisselen! Ander kingdom! Hou die lol erin, hou die hype erin en snel gaas naar een nieuw kingdom. Dus dat gaan we doen, mensen. Ik ga het Minecraft Kingdom Medusa joinen. Als je dit kingdom ook wilt joinen, kun je lekker naar de Medusa Discord gaan. Klik op een linkje in de beschrijving ergens in deze video. Wil je zelf een kingdom uitzoeken, dan ga je naar Phoenix Network en dan kun je alle Discords vinden van alle kingdoms. Dus ja, dat is heel relaxed. Kun je gewoon zelf een keuze maken. Dus even kijken, nou ja, waarom Medusa? Medusa ligt langs Entropia, naast Entropia, whatever. Mijn Nederlands is niet zo geweldig. Maar ja, de koning Entropia wou graag video's met me maken. Mocht hij dat nog willen, na deze video. En ik probeer gewoon zo eerlijk mogelijk te zijn en gewoon aardig te zijn, weet je. Koning Entropia is een aardige gast. Daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens. Maar ja, de reden dat ik voor Medusa heb gekozen, in eerste instantie was van... Het ligt naast Entropia, dus de koning van Entropia wil graag video's maken. Nou, als we buren van elkaar zijn, dan kan dat. We zijn wel vijanden van elkaar, maar ja, interessante video's komen daaruit, denk ik. De tweede was, ja, ik heb dus laatst een video gehad en dan kwam die koningin van Medusa, kwam een keer langs in Entropia. En dat was gewoon vet grappig. Vond ik gewoon superleuk en dat leek me wel een leuk kingdom. Dus daarom dat ik daar naartoe ga, moeraswamp is ook wel mijn ding, denk ik. Weet ik niet, denk ik. I don't know, we zien het wel. Maar wat is mijn doel binnen Medusa? Ik wil gewoon een kingdom lid zijn. Kijk, op zijn max zou ik een raadgever willen zijn. Want ik heb natuurlijk al tienduizenden kingdoms heb ik gejoind. Mijn standaard rank is eigenlijk altijd raadgever. Altijd. Ik ben al wat ouder. Ik ben een heel serieuze jongen.
Ik kan roleplay gericht, kan ik me heel erg inleven in dit soort dingen. En ik hou gewoon van medieval. Ik hou gewoon van middeleeuwen. Geschiedenis, daarin hou ik gewoon van. Enorm vet. Ik vind het leuk, de dingen hoe het daar gaat en zo. Monarchie, kingdoms, geloof, religie, christendom. Ik vind het gewoon heel interessant en heel vet. En kerken, fucking mooi. En, I don't know, legers, oorlogen, super vet. Kastelen, I love castles. Ik hou van kastelen, man. Echt insane. Bunkers, alles, dat soort dingen. Ja, ik wil eigenlijk gewoon... Op dit moment denk ik gewoon... Ik wil eigenlijk een soort van vlogger zijn binnen Medusa. Ik film eigenlijk wat er gebeurt binnen Medusa. En wat ik meemaak, wat ik tegenkom. En ik hou zelf een beetje van bouwen. Dus we gaan lekker bouwen. Ik hou zelf van roleplay, dus ik hoop dat er geroleplayed wordt. En dat is wat ik wil doen. Ik wil niet per se eigenlijk... Ik heb sowieso geen tijd voor een of andere hoge rank waarbij ik 10 man onder mij heb. En iedere dag weer op Discord zit geplakt van 's ochtends tot 's avonds laat. Van, oh, ze moeten wat te doen hebben en ik moet weer gesprekken hebben. En hoe ging het? En daar gaan we niet aan beginnen. Dus mensen, dit is dus mijn doel binnen Medusa. En mocht jij nou vragen hebben, mocht je nou een reactie achterlaten, dat kan. Kom op mensen, ik weet hoe Kingdom is. Ik denk dat mensen ook toxic gaan reageren op deze video. Don't do it. Just be nice. En het is de energie niet waard om hier negatief op te gaan reageren. Ik heb een mening gedeeld. Ik heb iets verteld wat ik vind en denk. Laat mij die mening hebben alsjeblieft. Ik heb het zo lief en aardig mogelijk gedaan. Let me be. Oké, mensen. Ik ga jullie snel weer zien in het Koninkrijk Medusa. En ja, mocht je vragen hebben of zo, whatever, laat die onder achter in de comments. Vergeet niet te liken, reageren en subscriben, because we hebben de 300 subs gehaald. Al meer inmiddels dan 300 subs. Let's go. Yeah. Oké. Nou ja, I don't know. Dat was een beetje hype. Omdat ik 300 subs had gehaald. En nu gaan we snel door naar de Kingdom Medusa video's. Laten we snel doorgaan naar de Kingdom video's. Ik zie jullie snel weer bij een nieuwe video. En bedankt voor het kijken naar deze video. Leuke update video. Lekker gezeik een beetje. Maar dat maakt niet uit. Let's go en zie jullie snel bij een nieuwe video. Doei doei!